see more videos like this, please like and subscribe. Leave a comment down below. Oh nee, deze is natuurlijk groen, dus deze wordt paars. Oké. Hallo allemaal, vandaag ga ik top 5 kruidvat... Hallo allemaal, vandaag ga ik top 5 kruidvat snacks proberen. Deze is nu paars omdat mijn greenscreen aanstaat. Maar hij is groen. Oké, we hebben deze ook gratis gekregen. Oh ja, ik heb deze ook gratis gekregen. Sleutelhanger. Dus, oké. Laten we beginnen. Oké, deze ben ik wel benieuwd naar, de Oreo. Deze valt ook weg. Zie je het? Maar hij is blauw, maar... Oké. In ieder geval... Deze was eerst proeven. Oh ja, het ruikt wel. Het lijkt echt op die Kellogg's ontbijtdingen met de chocolade erin. Oh, deze is echt heel zacht aan de binnenkant. En lekker crunchy aan de buitenkant. Alleen dat koekje smaakt wel iets minder naar Oreo. Het smaakt iets minder naar chocola. De binnenkant is wel meer chocola, denk ik. Het smaakt echt als die Kellogg's dingen, maar dan met Oreo. Hij hoort blauw te zijn. Oké. Oh ja, hoeveel sterren? Even denken. Nou, dat doen we aan het eind. Deze is wel lekker. Oké, volgende. Oké, ik heb dus 2 M&M zakken. Twee hebben... Deze valt ook een beetje weg door het licht, denk ik. En, we gaan er eentje openmaken, want anders is het te veel. En dit is met pindakaas smaak. Ik proef meer chocola dan pindakaas. Maar het is wel lekker. Oké, ja, nu is hij goed. En nu is deze ook... Ja, deze beter nu. Oké, hij is wel lekker. Oh, er zit ook een pinda in, volgens mij. Wacht, nog één. Ja, het is met pinda. Oké, dit zijn nieuwe verkade meesterboxels. Die hadden ze ook bij Kruidvat. Dus volgens mij was die ook maar 1 euro. Even kijken hoe die open gaat. Oeh, hij ruikt echt heel zoet. Even kijken wat... Oh, het is karamel. Oh, het is met karamel. Daarom. Ik dacht het is alleen chocola of zo. Oké. Oh, hij is ook veel groter dan ik dacht. Nou ja, ongeveer hetzelfde grootte dan verwacht. Volgens mij zit karamel in het koekje zelf, zeg maar in het deeg. Dus, mm.
Hij is wel lekker en wel echt crunchy. Kijk, ik heb bijna alleen maar zoete dingen gehaald. Behalve deze. En dat is Italiaanse kruiden. En nu zie je wel een beetje dat hij groen is, maar hij valt alsnog een beetje weg. Oh ja, en deze stroopwafels, deze zijn natuurlijk heel lekker. Oh, het is met karamel. Oh, zo. Het smaakt een beetje anders. Maar misschien ook omdat ik net die avocado heb gegeten met karamel. Maar stroopwafels zijn echt lekker. Oké, de laatste is van Sultana Crunchers Italiaanse kruiden. Dus oh ja, hij ruikt ook heel lekker naar kruiden. Oh, I love you. Oh nee, I love IG you. Nee, ik kan het niet zien. Nee, het is hartje en dan staat I love IGU. Staat er iets anders op die andere? Of hebben ze allemaal dezelfde? Ja, ja, er staat iets anders. Ciao. Oké. Wat neem deze? Het ruikt ook een beetje naar pizza. Met zo'n natuurlijk Italiaans kruid. Het smaakt heel lekker. Een hartige snack. Volgens mij is dit ook de gezondste van al deze dingen. Hier. Denk ik. Ik moet echt even. Ik heb echt geknoeid. Oké, de beoordeling. Dit wordt heel lastig, want ze zijn allemaal heel lekker. Ik denk dat me. Oh, wacht. Dat is lastig. Oké, deze misschien 4 van de 5 sterren. Wel heel lekker, maar ik proefde heel weinig pindakaas. En er staat wel op, of is het geen pindakaas? Peanut. Of was dat niet de bedoeling? Pindas, wacht even.
Of misschien is dit gewoon de normale met de pinda. Nou, dit zijn M&M. Oh, misschien heb ik verkeerd begrepen. Het is gewoon de normale met de pinda erin. Maar deze zijn alsnog lekker. 4 van de 5 sterren. Oh, ik dacht dat het met pindakaas was, omdat de peanut op staat. En deze Oreo dingen smaken een beetje naar die ontbijt dingen van Kellogg's. Maar dan met Oreo smaak. Dus deze krijg ook 4 sterren. Stroopwafel is natuurlijk lekker. Dus deze ook 4 sterren. En deze vond ik wel echt veel lekker. Deze was echt crunchy. En ook zoet. Dus deze krijg 5 sterren. En deze ook 5 sterren. Deze is echt lekker. Oké, bedankt voor het kijken. Like en subscribe. En laat even weten welke andere snacks ik nog moet proberen. Maar Kruidvat heeft genoeg lekkere snacks. Tot nu toe wel de beste snacks. Dus tot ziens.